Dat zelfstandige bestaan, dat heb ik eigenlijk opgepakt op het moment dat ik hier kwam studeren. Ik ben bij de Sociale Academie in Hengelo vormingswerker geworden. Heb eerst in Oldenzaal gewerkt en later in Hengelo in die functie. En na een post-HBO-opleiding, organisatie en management en een leidinggevende functie in het onderwijs, ben ik vervolgens overgestapt naar de kinderopvang. De dynamiek van een sector in opkomst opende voor mij een nieuwe wereld. Ondernemerschap enerzijds en het creëren van maatschappelijke meerwaarde anderzijds waren echt op mijn lijf geschreven. Dat was mijn ding. Zoals gezegd vind ik het een uitdaging en een hele grote eer om hier vanavond voor u te staan en aan te treden als wethouder. En het zal ondanks mijn bestuurlijke kwaliteiten en kennis van de portefeuille niet eenvoudig zijn om mevrouw Timmer te evenaren. Maar ik ga daar natuurlijk wel heel erg mijn best voor doen. Voorzitter, succes bereik je alleen door samen te werken. Samen met de collega's hier op het stadhuis, maar vooral samen met de inwoners, de ondernemers, de organisaties en niet in de laatste plaats de gemeenteraad van Almelo. Ik wil met u op zoek naar nieuwe manieren om elkaar te raadplegen. Vroegtijdige, transparant en graag creatief. Op zoek naar goede initiatieven, oplossingen en vooral draagvlak. Vertrouwen in elkaar optimaliseert het resultaat van onze inspanningen. Daar ben ik van overtuigd. En vertrouwen is als smeerolie. Het zorgt ervoor dat de energie optimaal wordt benut. Die energie van ons allen in de komende tijd, die hebben we met elkaar hard nodig om de pittige opgaven waar we als stad voor staan tot een goed einde te brengen. En ik spreek hier dan ook de hoop en het vertrouwen uit dat wij samen in het belang van de ontwikkeling van onze mooie stad Almelo het kannetje smeerolie gevuld zullen houden. Voorzitter, ik noemde in mijn sollicitatiebrief Herman Vinkers. De brief is naar de fracties gegaan, dus ik ga ervan uit dat u hem misschien gelezen heeft. Ik vind Herman onbetwist onze eigen koning van de woordspelingen en de droge humor. En ik hou gewoon van die man, dus ik zou heel graag willen afsluiten met zijn visie op Almelo. En dan citeer ik uiteraard zijn tekst. Als 's morgens vroeg de zon opkomt en de leeuwerik hoog in de lucht het landvolk bezingt, dat vrolijk lachend aan het werk slaat, terwijl de ruisende waterval het dal voedt waarin herderinnetjes in hun kleurige klederdrachten de geurigste kruiden zoeken voor het avondmaal, dan ligt 1200 kilometer verderop de stad Almelo. Een groot datalek bij de gemeente Almelo. Hoe is dat ontdekt? Van zomer hebben we ons dataverkeer is gemonitord om te kijken van wat speelt er allemaal, waar gaan wij naartoe, wat doen wij veel. En bij de analyse daarvan kwamen we erachter dat er een grote piek zat van 20 gig op een voor ons onbekende plek waar we normaal helemaal niet naartoe gaan met onze data. En bij een analyse daarvan bleek uiteindelijk dat er via malware informatie wordt geüpload naar een plek waar je het niet wil hebben. En u weet nog niet waar het naartoe is gegaan? We weten de plek waar het naartoe is gegaan. Het IP-adres hebben we, dus dat stond nog niet op de zwarte lijst. Het staat inmiddels wel op de zwarte lijst, dus daar kun je nu niet meer zomaar bij. Daar kun je niet meer zomaar, malware kan niet zomaar meer uploaden naar die plek. Dus dat gat is gedicht. Het vervelende is alleen dat we niet kunnen achterhalen welke data er allemaal is geüpload. Dus om welke data gaat het? Zijn er persoonsgegevens bij, ja of nee? En dat zijn we nu vol aan het onderzoeken om te kunnen achterhalen. Welke inwoners zou het eventueel kunnen treffen in de stad en wat voor actie moeten we dan daarop ondernemen? Welke actie heeft u tot nog toe al ondernomen? Ja, dat is vooral onderzoeken, alles op alles zetten om te achterhalen om welke data het gaat. Tot nu toe hebben we het nog niet kunnen vinden om welke specifieke data het gaat. En dat doen we niet alleen. Voor het onderzoek om welke data het gaat, hebben we een bureau ingeschakeld. Een gespecialiseerd bureau. Uiteindelijk zijn we ook aan het kijken van hoe is het uiteindelijk op ons systeem kunnen komen. Daar hebben we iemand voor ingeschakeld. Politie en Openbaar Ministerie zijn ook aanwezig. Maar ook landelijk wordt er meegekeken van wat is er gebeurd en hoe kan dat. Want het leek allemaal zo goed op orde te zijn. En dat blijkt toch weer na eens een incident dat...
Ja, dat er toch wellicht hele gevoelige informatie gekopieerd is. Ja, nou, datgene wat we nu ook aan het doen zijn, is vooral proberen te achterhalen om welke data gaat het. En horen daar persoonsgegevens bij? Ja, en hebben we dan persoonsgegevens? Dan kunnen we ook gelijk naar die mensen actie ondernemen van dit en dit is er voorgevallen. En dan moeten we actie op ondernemen. En zolang we nog niet weten waar het om gaat, is het ook heel moeilijk om mensen rechtstreeks te benaderen. En daar wordt nu op alles gezet om vooral te achterhalen om welke informatie gaat het. En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Energiek Almelo heeft vanavond de genomineerden bekendgemaakt van de Energiek Almelo Award 2016. Een hele mooie prijs die we ieder jaar kunnen uitdelen aan 3 genomineerden. Uiteindelijk kan er maar eentje van winnen. Maar 3 genomineerden en die hebben we vandaag met elkaar hier bekendgemaakt. Om genomineerd te worden moet je voorgedragen worden door je eigen ondernemersvereniging. De voorzitters die kunnen een kandidaat aanwijzen vanuit hun eigen ondernemersvereniging of bedrijvenvereniging. En die wordt dan tegen de meetlat aangelegd door de Energiek Almelo Award Commissie. Die gaat kijken of een kandidaat of een naam daarvoor inderdaad in aanmerking komt. Nou, we hebben dit jaar, en dat is echt 3 prachtige bedrijven, we hebben dit jaar Smits Chemical Solutions uit bedrijvenpark Twente. Dat is de eerste genomineerde. Een ander echt Almeloos bedrijf aan de Plesmanweg is Acito. En het derde jaar, de naam zegt het al, Heracles Almelo, dat is onze 3e genomineerde van de Energiek Almelo Award. Wanneer weten we nou wie het gewonnen heeft, die award? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het is er niet makkelijker op geworden, want het waren 3 geweldige verhalen wat de mannen vertelden. Dus wat dat betreft hebben we flink wat stof om nou over na te denken. De komende weken gaan wij daar in de commissie goed over nadenken en dan zal 24 november uiteindelijk de winnaar bekend worden gemaakt. 24 november, wat is er dan? 24 november zal ons congres worden georganiseerd in het Theaterhotel. We hebben niemand minder dan Tom Egberts bereid gevonden als echte Almelo. We maken ook een mooi Almelo's feestje van als echte Almelo om daar zijn verhaal te doen. Nou, waterschap Vechtstroom die zorgt voor voldoende, schoon en veilig water. En water is belangrijk. Het is natuurlijk voor wonen, werken, voor landbouw. En voor natuur. En wanneer we de Almelo Allee hebben, dan is dat een prachtig evenement. En ook hier op het waterschapskantoor starten 3 fietsroutes, mooie fietsroutes, door onze prachtige gebieden. Onder andere langs de Doorbraak. En de Doorbraak is een nieuwe beek die zorgt voor waterveiligheid en om wateroverlast te voorkomen hier in Almelo. Kijk, daar kan ik alles over vertellen, maar het is veel mooier om dat zelf te ervaren en te zien tijdens de 3 prachtige fietsroutes die van hieruit het waterschapskantoor starten. Stel, ik geef u een open deelnemerskaart. Aan wie zou u die willen uitreiken? Die zou ik morgen in elk geval op de tafel willen leggen met het dagelijks bestuur. En zeggen van jongens, ik heb hier een uitnodiging. Wie is in de gelegenheid en in de buurt om dan ook mee te doen? Nou, ik heb de 90 kilometer tocht uitgezet specifiek voor de toerrijders.
En mensen die wedstrijden die mogen natuurlijk ook wel meedoen. Maar het is voor de toerrijders van Ruiten 3 en alles wat maar toert in Almelo en omstreken. Dus, en we krijgen onderweg heel veel te zien van het waterschap. Wat zuiveringsinstallaties in Tubbergen, in Oortmarsum en in Oldenzaal, Hulsbeek. En daar wordt nog wat technische uitleg gegeven door mensen van het waterschap die toevalligerwijs ook mee fietsen. Dus we krijgen onderweg behoorlijk wat educatieve informatie. Onze eerste pauze is na 32 kilometer in Oortmarsum aan de Wimselweg. Dat is een installatie van het waterschap. En daar krijgen we uitleg van Gerard Oude Griep, die daar van alles vertelt over hoe het allemaal werkt. Nou, het is voor mij wel leuk om zoiets uit te zetten dat er ook voor mij nog dingetjes aan de in zicht komen die ik eerst niet eens wist. Dus zoals dat van de doorbraak en dat er zoveel zuiveringsinstallaties zijn en dat er zoveel mooie plekjes zijn waar het waterschap bezig is. Ja, dat opent voor mij ook nog even de oren. Nou, er is doelboel is gekozen om wat kleinere afstanden rondom Almelo te pakken en gedeeltelijk door de stad. Om het buitengebied met de gemeentegrenzen te versmelten, zeg maar. Dus het buitengebied naar binnen halen. En dan is er 25 kilometer echt voor, ja, wat wij zeggen, de gezinnen. En de 40 kilometer voor mensen die iets een grotere afstand willen fietsen. Het waterschap staat centraal dit jaar in het hele gebeuren. Dus we gaan langs beken waar fietspaden liggen van het waterschap. En wij proberen ook, en dat was heel moeilijk omdat je Almelo Regatta was, een wens om die in de route op te nemen. En moet je op een bepaald tijdstip zijn, dus je wordt gedwongen in je cursus. Maar er zitten vooral mooie groene plekjes in het buitengebied. Die straks ongeveer terug zullen gaan komen in de groene lopen. Die we aan het ontwikkelen zijn vanuit het natuurhuis samen met de provincie. Nou, de doorbraak is denk ik het belangrijkste groene nieuwe element in het buitengebied van Almelo. Het is een prachtig lint van ik denk wel 15 kilometer van bijna Zenderen tot aan Ipelo. En die nou bijna klaar is, waar je de natuurontwikkeling in, wat wij vanuit het natuurhuis heel nauwgezet volgen. Ja, je ziet dat het een geweldige boost geeft aan de omgeving. Dat er kan gewandeld worden, er kan langs gefietst worden. Je kunt met kinderen de waterbeestjes. Het is een ontwikkeling die we op watergebied, wij eigenlijk hier in Twente tot nu toe nog niet kenden. Thank you.
Hondensportvereniging Almelo hield zondagmorgen Rally O-wedstrijden op haar trainingsterreinen bij het Wendelgoor. Rally O is begonnen vroeger ook als wedstrijdsport. Dat is op het moment niet meer zo. En tegenwoordig zou ik het eigenlijk liever GLBZ noemen. Gewoon lekker bezig zijn met je hond. Dus het begon als een officieel rally-o-parcours. Aan de hand van formuliertjes waar opdrachten op staan, voer je die uit, ga je rondje lopen. Maar wij hebben er nu een stukje behendigheid in gedaan. Een stukje doggy dance. Als een cursus met een leuke oefening komt die te doen is voor iedereen, stoppen we die er ook in. Gewoon lekker bezig zijn met je hond. Leuk contact krijgen met je hond. Samen een gezellige uurtje hebben, avond hebben. Rally O heeft verschillende onderdelen. Je hebt een volledig parcours. Je hebt losse oefeningen. Je hebt bordjesoefeningen. En je hebt ook een aantal behendigheidsoefeningen die daarin zijn verwerkt.
En wat eigenlijk heel leuk is aan Rally O, is dat als je oudere hondjes hebt die bijvoorbeeld geen behendigheid meer kunnen, of op wat voor manier dan ook geen hoge sprongetjes, Rally O is alles op een lage manier en kan je hond iets niet doen wat niet moeilijk, dan slaan we die oefening gewoon over. En ben je zelf beperkt in iets, ook geen probleem, alles wordt aangepast. Wat niet wil zeggen dat we eigenlijk een gehandicapte sport zijn voor hond of mens, totaal niet. Ook hele jonge en actieve mensen doen mee, maar alles wordt aangepast. Dus het is voor iedereen toegankelijk. Wij oefenen bijna alle dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdagavond. Mensen zijn daar ook vrij fanatiek in, die oefenen ook veel zelf. Die maken thuis zelf ook attributen en oefenen daar ook heel veel verder en nemen dat ook weer mee hier naartoe. Ja. We proberen nu 2 keer per jaar een wedstrijd te organiseren. Dus in het voorjaar en in het najaar. En we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Jan de Rode, daar zijn we ook helemaal blij mee. En we hopen dat dit zijn voortgang vindt. Gewonnen, hè? Ja, dat had ik eigenlijk van tevoren niet verwacht. Ik had me al ingeschreven om mee te doen. En toen later hebben we toch bedacht dat we de oefeningen los gaan doen. Dus toen moest ik achteraf ook nog jureren. Maar tussendoor heb ik ook nog zelf mee kunnen doen. Bij HSV geven we eigenlijk bijna alles. We zijn natuurlijk gedrag en gehoorzaamheid. En dat betekent dat je met de pups hier kan komen, socialiseren. Dan kan je de puppycursus doen. Jonge honden, naar de jonge honden de A, de B, de C, de C+. Een stukje heel goede behendigheidsgroep hebben we. En we hebben de Rally O-groep. Super gedaan, hartstikke mooi. Goed zo, kijk eens, alsjeblieft. Er is geen onderscheid tussen man en vrouw, nee. Zelfs hier. Het zijn allemaal dezelfde, ze hebben dezelfde knoopjes, dezelfde vouwlijnen. En hoeveel knoopjes zitten daar? Zo'n heleboel. Een heleboel, maar deze zijn niet de knoopjes die je dicht moet doen. Nee, nee. Dat zijn deze. Ah, tuurlijk. Dus, ja, het zijn nepknoopjes eigenlijk. Het zijn eigenlijk nepknoopjes en daarachter zitten de echte knoopjes die je dicht moet doen. Dan het thema is de rechter staat tussen staat en straat. Tussen staat en straat. Ja, de rechter tussen staat en straat. Wat houdt het in? Wat willen jullie daarmee
uitbeelden of uitbrengen? Nou, de rechter, de rechtspraak, die staat natuurlijk daar letterlijk in, zoals in het thema staat, tussen staat en straat. Heeft te maken met alles wat er op straat gebeurt, met de harde werkelijkheid. Maar ook te maken met wetgeving, met overheid en moet daarin, ja, daarin bemiddelen, soms bijna een middenweg vinden. En dat proberen we te laten zien. Bijvoorbeeld met een hennepzaak vandaag. En, ja, door te laten zien wat de gevangenis hier doet, die er zijn, de PI, de Karelskamp en andere organisaties, de reclassering, die ook heel veel met die straat te maken hebben. Ja, 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 ja. Ja. We staan hier onder het geluid van het carillon. En dat carillon, daar dansen we zometeen op. Dat hebben we al gedaan, maar ook zometeen gaan we nog opnieuw een rondje. En de Bejaardier die heeft ons geïnformeerd, die heeft ons gekoorst in het voortraject. En, maar onze dansers staan hier zo groen en rood, die hebben dat nog niet geoefend, maar het loopt voortreffelijk. De sneeuwwals. Het is zo warm, daarom hebben we de sneeuwwals maar gekozen. Dan is het een beetje koud denken. Dat is het zeker. Dit is een gladde vloer. En onze klompen zijn op dit moment, juist door de weersomstandigheden, heel droog. En dan krijg je droog op droog is glad. En als wij nou de klompen nat maken, dan zijn die stroef en dan val je niet of je glijdt niet uit. Onze groep is 48 personen. En daarvan zijn 4 muzikanten. En de rest dansers. Jullie hebben allemaal speciale klederdracht. Is die speciaal voor Bonnebroek of is dat de algemeen trend? Dat is echt, nee, dat is niet algemeen. Dat is de kleding uit de jaren 1900 tot 1960. En zeker ook van de dames, dameskleding. En ja, uit de jaren 1960 werd dat bij ons gedragen. En dan, ja, we dansen alleen nu op klompen. En dat is voor de folklore, voor het geluid, voor de maten, dat soort dingen. Maar hier horen uiteindelijk horen hier de schoenen onder. Ja. Maar dat vinden we niet zo leuk. Okay. Nou, ik ben Hans Bult. Ik ben al enkele jaren verbonden hier als bestuurslid van het Stadskarillon. We proberen de toren en het Stadskarillon in stand te houden. Cultureel erfgoed, wat je moet onderhouden. Dat onderhoud is gelijk de bespeling van het carillon, waar we voor zorgen. En onze vaste bijaardier, die komt elke week komt hierheen om het carillon te bespelen. En elke dag, elk kwartier, is er via een trommel, is er een melodietje te horen. Ja. Kerk heb met een carillon. Dan moet je er ook gebruik van maken. Dan moet je er ook laten bespelen. En uit hoeveel klokken bestaat dit carillon? We hebben 48 klokken. Dat had ik nooit verwacht. Nee, toch niet? Ja, nee, dat zijn er geen 5 of zo. Je moet er echt op kunnen spelen. Oké.
Nou, dat, ja, dat vind ik echt heel verbazingwekkend en klinkt ook heel mooi. En de dansers gaan weer verder, geloof ik. Meisje, waar ik zoveel van hou, daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij wordt mijn vrouw. Als in de stille avond stond de zon ten onder ging en ik haar bij de molen vond, in zoete mijmering fluisterde ze mij in. Hoi. Bruidspaar bij deze gefeliciteerd. Kunnen jullie mij vertellen waarom jullie voor deze locatie gekozen hebben? Want deze is wel heel uniek. Dit is inderdaad een hele bijzondere locatie. Ik ben hier vrijwilliger. Dus de keuze was snel gemaakt. En jij staat achter deze keuze? 100%. En hoe is het gegaan, deze trouwerij? Prima. Het was volgens mij gezellig en daar gaat het ook om. En kort maar krachtig. En hoe is het om vrijwilliger te zijn bij deze molen? Heel gezellig. Ja, we hebben een leuk clubje bij elkaar. Ingrid heeft ook geholpen met de wijn inschenken. Is allemaal geen probleem en ja, is gewoon gezellig. Goed. En mag ik vragen wie Ingrid is? Ingrid was de dame die achter in de winkel staat. En die heeft de wijn ingeschonken. En die staat normaal gesproken op de woensdag in de winkel. En ik stond vaak zaterdags in de winkel. Maar ik heb ook nog wat andere klusjes of taakjes gekregen bij de molen. Dus ik ben wat minder vaak in de winkel op dit moment. Maar ja, ik heb ook in de zaterdags in de winkel gestaan. Dus jij bent een van degenen die de molen in Almelo draaiende helpt houden? Ik hou niks draaiende, dat doen de molenaars. En die zijn daar heel goed in. Ja, maar de aankleding eromheen is toch ook heel, heel belangrijk. Mailverkoop en winkel, dat doen we een paar andere vrijwilligers. Dat klopt, ja. Oké, okay, bedankt en nog een hele fijne dag. Dat gaat lukken, het zonnetje schijnt, dus komt goed hoor. Jullie hebben er in ieder geval heel mooi weer bij. Dat hadden we besteld en dat is gekomen, dus perfect. Bedankt. Thank you.
Weet je, dan liep de juffrouw om zag er eindelijk keer om. Ja, toch? Steeds meer achteruit. Vroeger speelden we nog wel eens een spelletje. Maar dat gaat nu niet meer. Anderen praten er niet over. En dat vind ik best moeilijk. Mama is er binnenkort niet meer. Ik hoop dat het voor mij niet te laat is. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Weet je wat het leuk is van licht? Het kan ook uit. En daarom roep ik namens de Natuur- en Milieufederaties bedrijven en gemeenten op in de nacht van de nacht het licht te doven. En misschien nog wel vaker ook, want licht, je komt makkelijk zonder. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. De Witteveen Activiteitendag op 11 september 2016 bood een programma voor jong en oud. Met het thema grenzeloze natuurbeleving slaan Nederlandse en Duitse organisaties de handen ineen om het publiek op een bijzondere wijze dit unieke gebied te laten beleven. De Witteveendag, grensoverschrijdend evenement, wat hier vandaag in het Witteveen wordt georganiseerd voor de hoeveelste keer? Dit is de 3e keer dit jaar. En wat is allemaal te doen hier? Een heleboel. We hebben een boerenmarkt bij Erfmarktslag. Daar staan 15-tal kramen echt in boerenthema. En we hebben een heel grote oerweide waar een theater is. Daar kunnen kinderen nestkastjes timmeren. Daar is van alles en nog wat te doen. Thank you.
organiseren jullie dit? Met name om de ondernemers en inwoners hier in het gebied, wat een grensoverschrijdend gebied is, allemaal bij elkaar samen te brengen. En die wens die is er al heel lang geweest en een aantal activiteiten werden al samen opgepakt. Maar nu doen we dat eigenlijk onder de naam Witte Veen Activiteitendag. Waarom willen jullie de mensen de natuur in hebben? Wij willen graag dat de mensen echt beleven, de natuur beleven, zodat ze ook voor de generaties daarna dat de natuur behouden blijft. En met dit soort activiteiten, dat mensen op een andere manier kennis maken met de natuur, hopen dat er meer betrokkenheid gecreëerd wordt. Komen er nog veel kinderen op af? Maar die zijn natuurlijk de toekomst. Ja, het is eigenlijk wel echt wel een gezinsdag. Het is wel voor mensen een, voor de meeste mensen die echt rustig willen wandelen, is er een mogelijkheid. En er is ook een mogelijkheid dus om echt een gezinswandeling te doen met kinderen. Hoe zijn de reacties? Tot dusver en eigenlijk de afgelopen jaren heel positief. Daarom doen we het nu eigenlijk al voor de derde keer. Heel veel succes nog. Dankjewel. Als je in de krant leest, in de krant staat dat er meer geld naar de natuur toe moet. Afgelopen weekend stond de 17-jarige Lotte van der Zee uit Enschede vol in de belangstelling. Als mooiste tienermeid uit Overijssel stond ze in de landelijke finale. En daar werd de Enschedeze uitgeroepen tot Miss Teen of the Netherlands. Ja, je ziet het wel op tv en dan denk je van wauw, dat is echt een prinsessendroom. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ook een klein meisje was een kroon en zo'n mooie jurk. Maar nooit echt op mijn doorgedrongen van dat ga ik een keertje doen in mijn leven. Nee, dat totaal niet. Naast een kroon en een sjerp kreeg Lotte bij thuiskomst ook een warm onthaal van de buurtbewoners. Ik ben direct begonnen nadat ik hoorde, we hebben een mis. En toen ben ik achter de computer gaan zitten en heb al die woordjes en lettertjes allemaal uitgeprint. Nou, je merkt dat ze wel veel volwassener is geworden. Veel, veel zekerder van zichzelf. Je begint een hele andere meid weer thuis te krijgen. En, ze weet wat ze doet nu. En ik denk dat ik dat ook wel heel erg leuk vind. Ja, het was heel spannend, want iedereen werd het podium opgeroepen. Dan sta je daar met de 5 teens en dan natuurlijk de 5 beauties die de vragenronde net hebben gehad. En natuurlijk, dan wordt het top 3 bekendgemaakt en dan ben je alleen maar van, oh, wat zou het toch leuk zijn. Dan stond ik daar nog met Milenka en die was gelijk helemaal in tranen van blijdschap. En ik eigenlijk ook, en elkaar knuffelen en we gunnen het elkaar allebei zo erg. En natuurlijk wordt het nog even spannend gemaakt en toen werd nog mijn naam een keer geroepen dat ik winnares was. Nou, toen had ik het niet meer. Ik was zo blij. Ik was echt heel blij. Lotte, die had wel, er zijn wel altijd een heleboel mensen tegen ons zo van, Lotte moet iets gaan doen. Die heeft een mooie gezichtsuitstraling, heeft mooie ogen. Maar ik denk dat wij daar te nuchter voor zijn. Ik ga nu naar Miss Teen Teenager Universe. En dat is volgend jaar. Het kost wel veel tijd en ik heb natuurlijk ook nog een baantje. Maar ik probeer het zoveel mogelijk te combineren. Maar ik ga natuurlijk met vol 100% hiervoor. En gewoon alles wat lager doen. Maar ja, ik ga wel heel erg mijn best voor doen. Het Filmhuis Hengelo heeft een nieuw filmseizoen geopend. Afgelopen zaterdag werd het Schouwburgplein omgetoverd tot het openluchtbioscoop. Op zaterdagavond veranderde het Schouwburgplein in een heuse openluchtbioscoop. Het Filmhuis Hengelo heeft er namelijk de eerste film van het nieuwe filmseizoen vertoond. Zo ongeveer 250 mensen hebben kunnen kijken naar de feel-good film Pride. Tijdens de pauze en na de tijd was de bar van Brasserie So Nice open om de bezoekers van een drankje te voorzien. En zo werd het een gezellige avond.
Er is een groot datalek geconstateerd bij de gemeente Almelo. Meer dan 20 gigabyte is illegaal gekopieerd door onbekenden. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van Almeloze burgers in verkeerde handen gevallen. Er wordt door een extern bureau nu uitgezocht wat er nu precies gekopieerd is. Een groot datalek bij de gemeente Almelo. Hoe is dat ontdekt? Van zomer hebben we ons dataverkeer is gemonitord om te kijken van wat speelt er allemaal, waar gaan wij naartoe, wat doen wij veel. En bij de analyse daarvan kwamen we erachter dat er een grote piek zat van 20 gig op een voor ons onbekende plek waar we normaal helemaal niet naartoe gaan met onze data. En bij de analyse daarvan bleek uiteindelijk dat er via malware informatie wordt geüpload naar een plek waar je het niet wil hebben. En u weet nog niet waar het naartoe is gegaan? We weten de plek waar het naartoe is gegaan. Het IP-adres hebben we, dus dat stond nog niet op de zwarte lijst. Het staat inmiddels wel op de zwarte lijst, dus daar kun je nu niet meer zomaar bij. Daar kun je niet meer zomaar, malware kan niet zomaar meer uploaden naar die plek. Dus dat gat is gedicht. Het vervelende is alleen dat we niet kunnen achterhalen welke data er allemaal is geüpload. Dus om welke data gaat het? Zijn er persoonsgegevens bij, ja of nee? En dat zijn we nu vol aan het onderzoeken om te kunnen achterhalen welke inwoners zou het eventueel kunnen treffen in de stad en wat voor actie moeten we dan daarop ondernemen. Welke actie heeft u tot nog toe al ondernomen? Ja, dat is vooral onderzoeken, alles op alles zetten om te achterhalen om welke data het gaat. En tot nu toe hebben we het nog niet kunnen vinden om welke specifieke data het gaat. En dat doen we niet alleen, dat hebben voor het onderzoek om welke data het gaat, hebben we een bureau ingeschakeld, een gespecialiseerd bureau. Uiteindelijk zijn we ook aan het kijken van hoe is dat eigenlijk op ons systeem kunnen komen. Daar hebben we iemand voor ingeschakeld. Politie en Openbaar Ministerie zijn ook aanwezig. Maar ook landelijk wordt er meegekeken van wat is er gebeurd en hoe kan dat. Want het leek allemaal zo goed op orde te zijn. En ja, dat blijkt toch weer na eerst een incident dat... Ja, dat er toch wellicht hele gevoelige informatie gekopieerd is. Ja, nou, datgene wat we nu ook aan het doen zijn, is vooral proberen te achterhalen om welke data gaat het. En horen daar persoonsgegevens bij? Ja, en hebben we dan persoonsgegevens? Dan kunnen we ook gelijk naar die mensen actie ondernemen van dit en dit is er voorgevallen. En dan moeten we actie op ondernemen. En zolang we nog niet weten waar het om gaat, is het ook heel moeilijk om mensen rechtstreeks te benaderen. En daar wordt nu op alles gezet om vooral te achterhalen om welke informatie gaat het. En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. In welke afvalbak hoort nu eigenlijk een colablikje en een kapotte glazen vaas? Waar moet die in? Voor wie niet goed weet hoe hij zijn afval moet scheiden, zijn er sinds kort afvalcoaches actief. Ze staan bij milieueilanden her en der in Enschede en weten precies hoe ze afval moeten scheiden. De 6 afvalcoaches helpen de komende 2 jaar Enschedeërs hun afval te scheiden, zodat het restafval wordt verminderd. Een van de afvalcoaches is Jeroen Klein-Buursink. Hij heeft zijn ervaring opgedaan in de buurt. Vorig jaar september hebben we in Almelo gelopen en daar merk je echt dat het helpt. En de mensen zijn er ook heel positief over. En dat hopen we hier ook te bereiken. Door het scheiden van de verpakking. Het verpakking is zeg maar dat zo'n beetje 65% wat nu in de grijze bak zit. Dus als je dat er alles uithaalt, dan ben je al aardig op de goede weg. Vooral welke producten je moet scheiden. Dus het verpakkingsmateriaal. En het verpakkingsmateriaal, daar mag het drank- en sapkartons in. Het blik mag erin. En verpakkingsplastic. En dat proberen we de mensen duidelijk te maken. Wat nou onder verpakking valt. Wat onder blik valt. En wat onder drank- en sapkartons valt. Maar ook glas. Dat tegenwoordig mag er een deksel mag erop blijven. De restjes mogen erin blijven. En dat is voor heel veel mensen niet bekend. En dat proberen we de mensen duidelijk te maken. Wat vindt u van de komst van de afvalcoaches? Nou, we zijn er heel blij mee. We hebben lange tijd hebben we ervoor gevochten om dus onze buurt. En dat wil zeggen de gezamenlijke hoogbouw hier in Zuid. Om dat eindelijk eens eenmaal schoon schip te krijgen. En door de komst van de afvalcoaches denk ik dat we dus een heel eind zijn opgeschoten op dit moment. Heel veel mensen die hier dus wonen, vooral oudere mensen. We hebben hier ook veel mensen die van buitenaf komen. Die dus helemaal niet weten hoe dat werkt. En ook de taal vaak niet machtig zijn. En helemaal niet weten hoe ze eigenlijk het afval moeten scheiden. Kijk, als je daar dus veel meer aandacht aan besteedt. En onze groep die helpt dan mee om dat duidelijk te maken aan de bewoners. En de afvalcoaches die werken dan ook mee als wij ze bellen. Dan denk ik dat we heel goed op de goede weg zijn. Het heeft dus voor de bewoners heeft het dat voordeel. Dus hoe minder restafval, hoe minder of men betaalt.
Ik bedoel, maar uiteindelijk komt het gewoon terug in de portemonnee van de bewoner. En dat is toch een van de belangrijkste zaken die hier aan verbonden is. Ik bedoel, maar kijken en daarnaast het milieuaspect. Dus dat zowel papier, plastic en overige allemaal gescheiden worden. En als brandstof meteen afgevoerd kan worden naar de milieudepots. Afval moet weg. Afval moet niet blijven staan. Als er één zak staat, staan er over een uur staan er twee zakken. Mm-hmm. En dat is de bedoeling, dat dat allemaal opgelost wordt. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je trouwens dat je iedere werkdag al vanaf 7 uur in de ochtend kunt luisteren naar 120 Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.